Welkom bij de PEC en de politieke jongerenorganisaties in het prachtige theater van Internationaal Theater Amsterdam. Ik ben Amar Karar en ik mag vandaag dit gesprek voor jullie gaan leiden. Ik ben momenteel politicologie-student aan de UvA, theaterliefhebber en ik ben lid van de PEC. En de PEC is een onderdeel van ITA dat zich bezighoudt met het faciliteren van een kunstplatform voor de wat jongere generaties. En aangezien de verkiezingen eraan komen, hebben wij dit programma opgezet. De PEC en de politieke jongerenorganisaties de politieke diepte in. En wat we vandaag gaan doen is aan de hand van praktische filosofische vragen gaan bekijken wat een stem op een ideologie nou echt inhoudt. En zo hopen we jullie, maar ook onszelf, te helpen bij het maken van een politieke keuze op 17 maart aanstaande. Welkom bij de PEC en de politieke jongerenorganisaties. Onrecht aan de doden. Onrecht aan mezelf. Onrecht aan jullie. Wees een voorbeeld voor het gewone volk. Leer het strijden. Vandaag gaat het als volgt uitzien. Ik ga zo meteen het woord geven aan de voorzitters die hier vandaag aanwezig zijn om zichzelf even voor te stellen. En dan de rest van vandaag zullen wij drie thema's gaan behandelen. En elk thema zal ingeleid worden door een fragment uit het repertoire van het ITA Ensemble. Dus elke scène zal dienen als introductie voor het thema dat wij vandaag gaan bespreken. En voordat ik dan de voorzitter het woord geef om straks zich voor te stellen, moet ik even één ding benoemen. We hebben vandaag bij het uitnodigen van de voorzitters met verschillende dingen rekening gehouden. Eén ding waar we bij rekening mee hebben gehouden is de grootte van een ideologische achterban. En het andere waar we rekening mee hebben gehouden is het feit dat we een soort van evenredig, eerlijk spectrum wilden van het traditionele links-rechts schaal. En natuurlijk hadden wij het liefst alle voorzitters van alle jongere politieke organisaties willen uitnodigen vandaag. Maar vanwege de coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. De eerste scène van vandaag. We gaan kijken naar Henry V, aanvoerder van de Engelsen. Engeland is in dit tijdperk in oorlog met de Franse grootmacht. Het is de 100-jarige oorlog. En net voordat de strijd losbarst, geeft Henry V een speech aan zijn volk, aan zijn land. En in deze speech is een duidelijk contrast te zien tussen de wat monotone politicus en de gedreven leider. We gaan nu kijken naar scène uit het stuk Kings of War. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. Les sanglots longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète. Vrienden. Een laatste keer de beuk erin. Nog één keer. Of plemp die muur met onze eigen doden. Niets siert een man in vredestijden meer dan stil, bedeesd en nederig te zijn. Maar als de oorlog aanzwelt in uw oor, laat ons dan tijgers imiteren. De spieren spannen, al het bloed verhitten. Uw betere ik verbergen achter hardheid. Laat uw oog angstaanjagend kijken, naar buiten priemen uit de vuurspleet als een kanon. En laat daarboven dan de wenkbrauw hangen zoals een rots die uitgehold is door het kolken van de zee. Klem de kaken opeen, zet de neus wijd open en adem in. Zodat wilskracht zich opricht in heel zijn lengte. Val aan, Engelands adel, wier bloed al eeuwen is gestaald door strijd van voorvaders, die vochten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en pas hun zwaarden borgen als de vijand zweeg. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, wees nu je moeder niet te schande. En laat zien dat wie zich thuis je vader noemt, dat ook echt is. Wees een voorbeeld voor het gewone volk. Leer het strijden. En jullie, vrije boeren,
Je lijf gevoed door Engelands groene gras. Ik zweer dat je je afkomst recht doet. Want niemand onder u is zo eenvoudig. Of een nobele gloed straalt uit uw ogen. U staat als hazenwinden klaar om stevig erop los te slaan. Wel, het spel vangt aan. Volg nu uw geestdrift. Schreeuw in chorus voor God en Henry, Engeland en Sint-Joris. De scène die wij net gekeken hebben verschilt natuurlijk sterk van het huidige politieke klimaat. Maar toch ga ik proberen in deze gesprekken erachter te komen wat die gedrevenheid bij jullie is. Wat de passie is van onze huidige jonge politieke leiders. En dat ga ik zo meteen het woord aan jullie geven om jezelf voor te stellen. Dus jullie mogen jezelf zo voorstellen. En dan ga ik jullie ook vragen om jezelf te introduceren aan de hand van 3 gekozen thema's. We hebben hier straks een dia staan, daar gaan we naar kijken. Daar staan verschillende thema's op weergeven. Jullie mogen een selectie maken van de 3 belangrijkste voor de aankomende verkiezingen. En dan gaan we die zo meteen presenteren. Zou ik misschien even de dia mogen zien? Jullie mogen even rustig kijken naar wat precies bij jullie organisaties aansluit. Dan ga ik nu de beurt geven aan de voorzitters. Jullie mogen jezelf dus kort even voorstellen en de 3 thema's presenteren die jullie net gekozen hebben. Daarbij hoeven wij geen uitleg te horen, maar jullie mogen dat wel nog aanvullen met een thema wat eventueel niet staat op dit beeld. Dan geef ik als eerste beurt aan de JOVD. Helemaal goed. Ik ben Hilde Wendel, landelijk voorzitter van de JOVD. Dat is de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD. Net als de rest van de organisaties trouwens zijn we wel gelieerd aan de moederpartij, maar we staan er toch los van. We mogen onze eigen politieke mening hebben. Daarnaast ben ik nog bezig met mijn master bestuurskunde met als afstudeerrichting besturen van veiligheid. En ik ben 24 jaar en ik kom uit Drenthe. Als 3 belangrijkste woorden eigenlijk van het bord heb ik gekozen als allereerste de sterke overheid. Daarnaast ook defensie. En als derde veiligheid. En als ik er nog eentje aan zou mogen toevoegen, dan zou dat gelijkwaardigheid zijn. Natuurlijk. Dan gaan we door naar Dwars. Ja, hallo. Mijn naam is Sabine Schorwachter. Ik ben 24 jaar en ik ben de voorzitter van Dwars. Dat is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van GroenLinks. En de 3 woorden die ik had gekozen was allereerst klimaat, sociale zekerheid en inclusie. Dat dekt denk ik wel de lading. En als ik er nog eentje aan moet toevoegen, ik geloof niet dat solidariteit ertussen stond, anders zou ik die nog graag toevoegen. Dankjewel. Dan is nu de beurt aan het CDJA. Ja, dankjewel. Ik ben Hielke Onnink, voorzitter van het CDJA, jongerenorganisatie van het CDA. En ik denk een fantastisch debat hoe we dit vandaag hebben. Als ik kijk naar de samenleving in de komende verkiezingen, dan denk ik dat we een aantal dingen op zijn beloop hebben gelaten de laatste tijd. En je mag het nu tot nu toe, we gaan het hier zo tijd over hebben, je mag het nu echt kort houden tot de korte introductie van jezelf en 3 thema's. Ik denk een oneerlijke economie die niet werkt voor jongeren en de middenklasse. Ik denk, je mag het echt houden tot die 3 thema's. Je mag het echt houden tot die 3 thema's. Ik ga door, ik leg hem uit. Ja. Ik denk een ieder voor zich samenleving en ik denk een onbetrouwbare overheid. Dus mijn thema's zouden dus zijn een eerlijke economie, een betrouwbare overheid en een sterke samenleving. Dankjewel. Dan gaan we nu door naar de Jonge Democraten. Ja, ik ben Leonie Jansen. Ik ben de voorzitter van de Jonge Democraten. In het dagelijks leven ben ik ook docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en studeer ik in de avonduren nog rechtsgeleerdheid, al is dat nu wel op een heel laag pitje gezet tijdens de campagne en überhaupt tijdens mijn voorzittersjaar. Ik heb een aantal woorden gekozen en ik vind dat sommige woorden zo bij elkaar horen dat je ze niet los kan zien. Dus ik vind onderwijs en kansenongelijkheid, dat hoort bij elkaar, kan je niet loszien. Dus dat zou mijn eerste woord zijn. Daarnaast klimaat en inclusie en racisme. En ik zou moet daar heel toch, graag moet toch een selectie maken van 3 woorden. Nou, dan onderwijs, klimaat en inclusie. En daar zou ik dan heel graag vrijheid aan toe willen voegen. Natuurlijk. Heel erg bedankt. En nu als laatste, Jong Socialisten. Ja, dankjewel. Nou, mijn naam is André van Hout. Ik ben voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA. In de PvdA lijkt een beetje alsof we niet onafhankelijk zijn. Dat zijn we natuurlijk wel. We zijn gelieerd aan de Partij van de Arbeid, maar kunnen inderdaad, zoals Hilde bij de JOVD ook al zei, onze eigen politieke lijn kunnen wij volgen. Nou, ik kom uit de regio Eindhoven en ik woon op dit moment in Tilburg, waar ik rechtsgeleerdheid studeer. Inderdaad, weinig studiepunten meesprokkelen, maar we pakken wat we pakken kunnen. En mijn 3 thema's zijn toch wel sterke overheid, sociale zekerheid en armoede. En wat ik eraan zou willen toevoegen, is toch wel luisteren. Ja, dankjewel. Nou, luisteren, laat het ook meenemen dat vandaag het gesprek is, zou ik zeggen. We gaan meteen door naar het eerste thema van vandaag. Verantwoordelijkheid. We gaan deze introduceren door middel van een scène.
In deze scène kijken we naar Frans en Eva. Frans is ambtenaar voor Nederland in Indonesië rond het jaar 1900. En Frans en Eva zijn hier in dialoog. Frans heeft, even voor de achtergrondkennis, Frans heeft een oogje op Eva die hij via zijn werk kent. En in de dialoog die wij zo meteen gaan zien is Frans met Eva aan het reflecteren op zijn leven, zijn carrière, maar ook over het kolonialistisch ideaal op zijn algemeen. En wat een interessante gedachte is om deze scène mee te nemen, is de vraag of het systeem verantwoordelijk is voor het regime dat Nederland destijds hanteerde in Indonesië, of dat de verantwoordelijkheid ligt bij individuen zoals Frans. Dan gaan we nu kijken naar een fragment uit het stuk Stille Kracht. Ik wil vrij zijn, Eva. Jij bent een goed ambtenaar. Ja. Mijn man zegt altijd, wie in de kolonie zijn werk niet lief heeft, is verloren. Ik werk om de leegte op te vullen. Nee, jij werkt voor een betere kolonie in de toekomst. Dat klinkt als Otto. Voor iemand als hij, voor wie het meest in zijn carrière is het makkelijk praten. Hij heeft nooit hoeven turen op ranglijsten. Hij heeft nooit hoeven speculeren op de een zijn ziekte, de ander zijn dood in de hoop op een kleine promotie. Otto gelooft oprecht dat hij de inlanders kan bevrijden en verheffen. Dat hij ze kan beschermen tegen de willekeur van de landheren en de planters. De kolonie is onze trots. Hoor de Duitsers en Engelsen praten over onze kolonie. Ze zijn verrukt over het glorieuze ervan. Over onze ethische omgang met de inlanders. Gisteren sprak jij nog je afkeer uit van de inlanders, je angst. Ik wist niet dat jij zo met de kolonie dweepte. Ik dweep niet. Ik sta er nog steeds ver vanaf. Ik mis Europa. Onze kunst, onze muziek, de esthetiek in onze levens. Maar de kolonie als project vind ik groots. Ons in onze kolonie vind ik groot. Dat grootste is poëzie. Het proza van alle dag is een uitgeputte kolonie die wordt bestuurd vanuit het moederland met maar één idee voor ogen: winstbejag. De waarheid van Labuangi is geen grootse kolonisator, maar een armzalige uitbuiter. Een overheerser. De mensen in de kolonie die worden in minachting onderdrukt. En dan bedoel ik niet de Hollander, hè, die zijn Indische geld uitgeeft in Den Haag, maar de inlander. Die verknocht is aan de Indische grond. Jij, Eva, met al je artistieke gevoeligheden, jij ziet het gevaar naderen als een wolk in de lucht in de Indische nacht. Maar ik zie het gevaar van de opstand elke dag, hard en onontkoombaar. Ik hou er zo van als jij zo praat. Het is zo gedreven. Ik zou je bijna gelijk geven. Als ik met praten iets kon bereiken. Vind jij mij koket? Jij bent wie je bent. En ik hou van jou zoals je bent. En ik steek mijn voelhorens uit. Dat is mijn noodlot. Ik zal je helpen mij te vergeten. Stoor ik? Wanneer wij het hebben over bewegingen als Black Lives Matter of de klimaatbeweging, klimaatverandering, is een grote vraag altijd waar de verantwoordelijkheid ligt. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke verandering? Ligt dat bij de burger? Ligt dat bij de staat? Ligt dat bij particuliere bedrijven? Kortom, we gaan deze vraag behandelen in het volgende gesprek, namelijk waar stopt de verantwoordelijkheid van de staat en begint die van de burger? En we gaan deze vraag beantwoorden met de hulp van dit whiteboard. Ik zal het whiteboard even kort uitleggen. Dit whiteboard geeft een schaal aan. We nemen even nu dit thema als voorbeeld. Links zal de staat geplaatst worden, rechts de burger. En elke voorzitter mag zometeen zijn of haar organisatie plaatsen op deze lijn. En nadat iedereen geweest is, heeft elke voorzitter 30 seconden de tijd om zijn positie op dit spectrum toe te lichten. Vervolgens zullen wij met z'n allen hierover in gesprek gaan. Nou, dan mogen we in dezelfde volgorde, mag iedereen even binnen 30 seconden toelichten zijn positie op deze schaal. Ja, nou ja, heel veel maatschappelijke problemen tegenwoordig, dat zijn problemen die collectief veroorzaakt zijn. Dus die ook een
een collectieve oplossing vragen. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is natuurlijk de klimaatcrisis. Dat is een probleem dat is ontstaan door eeuwenlang CO2-uitstoot. En dat ga je als individuele burger gewoon niet kunnen oplossen. Dat betekent niet dat ik denk dat je als burger helemaal geen verantwoordelijkheid draagt. Want natuurlijk heb je een verantwoordelijkheid om er niet nog meer aan bij te dragen. Maar daarmee los je het probleem niet op. Als je het echt wil oplossen, dan zal je toch naar de staat moeten gaan kijken. En de reden dat ik mijn magneetje niet helemaal links heb gezet, is omdat we bij Dwars ook wel geloven in de kracht van de sociale bewegingen en bottom-up verandering. Maar uiteindelijk is dat wel bedoeld om van bovenaf die verandering ook af te dwingen. Dankjewel. Dan is nu het woord aan de CDJA. Dank. Ja, ik mis eigenlijk een onderdeel in deze schaal en dat is de samenleving. Want voor het CDA is een belangrijke kernwaarde gespreide verantwoordelijkheid. En dat is dat iedereen in de samenleving een verantwoordelijkheid draagt. Individuen, de staat, maar juist ook verenigingen, gezinnen en coöperaties. En voor het CDA, als wij een vraagstuk zien, dan kijken we dus niet als eerst naar de overheid, zoals je misschien bij links doet, of eerst naar de markt, zoals bij liberalen. Maar wij gaan als eerst eigenlijk richting de samenleving. Natuurlijk. Dankjewel. Dan is nu het woord aan de Jonge Democraten. Ja, ik had het magneetje eigenlijk heel graag bij het CDA neer willen zetten. Maar we hoorden het net al in het filmpje. Ik wil graag vrij zijn. En de realiteit is dat we dat op dit moment niet zijn, omdat de kansenongelijkheid te groot is. Mensen zijn niet in staat om echt die eigen keuzes op dit moment te maken, omdat de wieg waar je geboren bent nog steeds meer bepaalt waar je uiteindelijk terechtkomt dan bijvoorbeeld ons onderwijs. Pas als we dat recht weten te trekken, dan kunnen we het mooie midden weten te zoeken tussen de staat en de burger en die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar eerst is de beurt aan de staat om ervoor te zorgen dat we echt een aantal cruciale problemen oplossen voor onze toekomst. Onderwijs, klimaat, maar ook inclusie. Dankjewel. De jonge socialisten. Ja, we leven in een tijd waarin we allemaal graag willen dat de samenleving en de inrichting van onze samenleving en de economie daar ook in verandert. En ik weet niet hoe het met de rest zit, maar ik kan mij heel erg ergeren aan het feit dat ik wel wil bijdragen aan verandering, maar dat mij dat in mijn eentje niet lukt. En zoals Hielke zei, dat zul je als samenleving samen moeten doen. En wie is door de samenleving democratisch gekozen? Dat is de overheid. De overheid moet voor ons als samenleving uitstippelen waar gaan we naartoe, zodat we met z'n allen de verandering kunnen bewerkstelligen die we zo graag willen. Dankjewel. Als laatste de JOVD. Ja, ik zou hem eigenlijk al willen omdraaien. Je vertelde net eigenlijk de vraag van waar houdt de verantwoordelijkheid van de staat op en waar begint die van de burger? Ik zou hem willen omdraaien. Waar houdt de verantwoordelijkheid van de burger op en waar begint die van de staat? Want ik denk dat we in principe allemaal eigen verantwoordelijkheid hebben over ons doen of laten. En daaraan ook de consequenties moeten verbinden om daar verantwoordelijkheid voor te nemen eigenlijk. Dus wat doen wij? Daar moeten wij de consequenties van nemen. En er ook voor zorgen dat de mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, dus die niet als individu in zijn eentje het redt eigenlijk, dat we die mensen helpen. En daarvoor is de overheid belangrijk, denk ik. Zoals ik net ook al aangaf op het scherm, sterke overheid. Mm-hmm. De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft. Maar je moet als burger echt zelf die kans pakken en zorgen voor je eigen uitkomst. Ja, dus ik hoor net ook een paar keer het geluid van ja, er is individuele verantwoordelijkheid. Aan de andere kant, praktisch gezien kunnen dingen alleen maar opgelost worden door de staat in zijn geheel. Dat hoor ik net voorbij komen. Hoe zou je daarop reageren? Nou, daar ben ik het sowieso mee eens. Hè? En daarom hebben we natuurlijk ook die staat. Die heft belastingen. Wat mij betreft mag dat een stukje lager, zodat we allemaal wat meer overhouden in onze portemonnee. Maar die heft belastingen om ervoor te zorgen dat je inderdaad de publieke goederen kunt betalen. En dat gaat van bruggen tot aan klimaataanpak. Ja. Natuurlijk. Ja, Dwars. Ja, als er even mag reageren. Ik denk dus echt dat individuele verantwoordelijkheid bestaat in zoverre het over een individueel leven gaat en in je eigen omgeving. Natuurlijk draag je daar verantwoordelijkheid voor. Maar als het ook gaat over het oplossen van maatschappelijke problemen, dan is individueel gedrag vaak een druppel op een gloeiende plaat. Als je naar het klimaat kijkt, we kunnen heel goed bezig gaan met afval scheiden en dergelijke. Vaker met OV in plaats van met de auto. Maar 75% van alle CO2-uitstoot, het komt van 100 bedrijven of zoiets. Dus als je het zo bekijkt, dan het is natuurlijk heel fijn om je goed en verantwoordelijk te gedragen voor de aarde, maar het lost het probleem dus niet op.
Dan bestaat soms het idee bij wat meer liberale partijen van, nou, als we allemaal die duurzaamheid als consument gaan afdwingen bij die bedrijven, dan krijgen we uiteindelijk die verduurzaming die we willen. Maar het probleem is dat heel veel van die bedrijven voor onze goederen zorgen waar we nu op dit moment niet per se meteen zonder kunnen. Dus daardoor blijf je in zo'n systeem gevangen van wij moeten die producten wel afnemen. En zij hebben geen incentive om te verduurzamen. Dus vandaar dat je eigenlijk als staat daar hard in moet zijn. Ja, dankjewel. Ja, bij verantwoordelijkheid van de burger. En ik vond dat jij net al best wel een goede situatie schetste. Komt ook dan is het noodzakelijk dat je als burger ook de vrijheid hebt om een bepaalde keuze te maken. En hoe vrij is het om voor jezelf een bepaalde zorgverzekering te kiezen als de zorgverzekeraar de premie steeds hoger maakt en het eigen risico ontzettend hoog is als je chronisch ziek bent? Dan heb je niet echt een keuze om meer vrijheid voor jezelf daarin te kiezen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de school waar je naartoe gaat, de manier waarop je opgroeit, dat zijn allemaal dingen die wel vaak volgens liberalen vasthangen aan eigen keuzes. Je moet verantwoordelijkheid nemen, maar terwijl de situatie er vaak zo is dat het helemaal niet mogelijk is om die vrije keuze te maken. En op zo'n moment is het belangrijk dat we als samenleving ingrijpen en de kansengelijkheid gelijk trekken. Heb jij er wel ideeën over? Ja, voor mij is een heel ander begrip ook heel belangrijk. En dat is subsidiariteit. En dat betekent dat je de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in een samenleving legt. Want daar hebben mensen inderdaad de meeste vrijheid om problemen op te lossen. Dus je moet per probleem kijken van hoe laag kan je de verantwoordelijkheid neerleggen. En ik denk inderdaad klimaat, dat een aantal onderdelen echt de overheid in moet grijpen. Denk aan een vliegbelasting. Dat lijkt me echt iets dat je ook Europees dus bijvoorbeeld moet doen, want anders krijg je het niet voor elkaar. Maar ja, ik denk ook dat coöperaties, energiecoöperaties, ontzettend veel verschil kunnen maken in dat probleem. En ik denk mensen ook thuis, het begint ook bij gewoon afval scheiden thuis. Dus iedereen heeft volgens mij een verantwoordelijkheid. Dus ik hou echt niet van zo'n links-rechts staat-burgerschap, want ik mis dan echt die samenleving. Ja, het is natuurlijk interessant om te kijken, want ik hoor nu ook veel mensen die iets wilt zeggen over de voorzitters hier die hier zeggen van ja, je moet ervoor zorgen dat mensen de vrijheid hebben om die verantwoordelijkheid te nemen, dat ze de keuze hebben om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Daar moet eerst voor gezorgd worden en dan kunnen individuen die verantwoordelijkheid nemen. Is dat ongeveer wat jullie nu hier ook horen? Ja, ik ben daar dus niet helemaal mee eens, want ik denk dus wel dat je als individu over heel veel kwesties nooit de volledige kennis en middelen en whatever in pacht kan hebben om echt die verantwoordelijkheid te nemen. En dat je daarnaast ook niet moet onderschatten in hoeverre onze levens en onze keuzes die we krijgen en in hoeverre we die ook kiezen, bepaald wordt door maatschappelijke factoren. Dus ik weet dat we allemaal heel graag willen denken van alles hoe ik mijn leven leid is mijn vrije keus. Maar als je het echt gewoon bekijkt, blijkt dat nog heel veel factoren zoals waar je geboren bent, hoe je opleiding van je ouders, of je ouders rijk of arm zijn, dat het heel bepalend is voor jouw hele levensloop en waar je uiteindelijk terecht gaat komen. En zelfs met inderdaad die kansgelijkheid rechter trekken, denk ik nog steeds niet dat je met allemaal kan verwachten dat individuen zich zo gaan gedragen dat we die samenleving de belangrijke problemen ook op individueel level kunnen gaan oplossen. Ja. Ja, wat jij zegt, je zegt we moeten de kansen gelijk gaan trekken. Dat vind ik echt heel fijn om te horen. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Ik weet ook dat jij dat vindt. Maar vervolgens zeg je maar dan kunnen mensen nog steeds niet hun eigen keuzes maken. En dat vind ik bijna denigrerend naar onze medemensen toe. Dat ik denk, volgens mij zijn mensen hartstikke goed in staat om hun eigen keuzes te maken. En ik denk dat je dan ook pas echt vrij kan zijn. Hè? Als je zorgt dat iedereen gelijke kans hebt, als je geen zorgen hoeft te maken over je toekomst, dus bijvoorbeeld het klimaatprobleem, als je weet, dat was goed aangepakt, dan kun je echt vrij zijn en echt keuzes maken voor je eigen toekomst. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat de burgers die vrijheid ook voelen. Maar, zoals ik al zei, dan moeten we er wel voor zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt om zich te ontwikkelen en dezelfde keuzes zou moeten kunnen maken. En dat is gewoon nu niet het geval. Dus ik wil heel graag in het midden staan. We staan nu een beetje naar de staat. Maar in een ideale situatie zouden we dus echt wel de burger ook dat vertrouwen moeten geven. In mijn mening. Ja.
Ik denk inderdaad, ik sluit me grotendeels eigenlijk aan bij jou, hè, Leonie. Want wat ik hier naast me hoor van dwars, dan denk ik van ja, jongens, we gaan eens allemaal even kijken of de staat het oplost. En hè, als er nou nog wat vervelends moet gebeuren, nou, als het echt moet, dan gaan we zelf nog eens even kijken of we nog iets kunnen bijdragen. En dat vind ik jammer. Ik hoop gewoon dat we zoveel mogelijk geld in onze eigen portemonnee kunnen houden. Zodat we de belastingen dus ook laag kunnen houden. Dat kan alleen als we allemaal zelf ook die eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus bijvoorbeeld op het gebied van klimaat vind ik het ook belangrijk om aan te jagen dat mensen zoveel mogelijk bijvoorbeeld ook zonnepanelen op hun eigen dak gaan leggen. Nou, dan begrijp ik dat dat niet altijd even makkelijk is. En daarom is er ook de overheid om ervoor te zorgen dat er gelijke kansen zijn. Dat er eigenlijk wordt bijgesprongen wanneer dat nodig is. En gelijke kansen beginnen in het onderwijs. Dat ben ik absoluut met je eens. Maar ik vind het wel heel makkelijk om de hele tijd te kijken van hey, even kijken wat vadertje staat voor ons gaan doen. En als er nog echt wat moet gebeuren, nou, dan kom ik mijn nest nog wel even uit. Dat vind ik echt te simpel. Ja, maar ik betreur een beetje je cynisme. Want het is niet dat mensen achterover gaan zitten en dan zeggen van laat de staat het maar oplossen. Het is dat mensen gaan zeggen, we zijn voor verandering, we willen ergens naartoe, we willen iets bereiken. Maar hetzelfde als in jouw bestuur. Als jouw bestuur alleen uit jou bestond, kreeg jij ook niet alles voor elkaar wat je dit jaar kon doen. Terwijl als je met z'n allen nou een bepaald iets hebt, of met alle leden van de JOVD individueel verandering willen afdwingen, dat gaat niet. Als je jezelf verenigt bij een staat, in een overheid, als je jezelf daarin verenigt en zegt deze doelen willen we bereiken, dan is het dus aan de overheid en aan de staat de gezamenlijke belangen behartigen van iedereen, het algemeen belang, om dat na te streven. Ja, want individueel gaat dat gewoon niet altijd. Kijk, ik vind dat heel mooi, hè, het spreken over een vereniging, maar uiteindelijk, hè, de overheid kan je niet kiezen. Je kan erop stemmen, maar uiteindelijk, je kan niet, zoals bij een energiemaatschappij of bij een voetbalvereniging, kan je even switchen als die je niet bevalt. Dat zit er niet in. En dan krijg je uiteindelijk met deze vier partijen die qua mensbeeld allemaal liberaal zijn, dat je in een geval komt van ieder voor zich en een staat van ons allen. En hoe verder je naar links opschuift, hoe meer eenheidsworst je uiteindelijk krijgt. Dat is wel iets waar ik voor mij voor zorg maak. Dus ik denk inderdaad ook dat je in die vrijheid, hè, moet je ook juist heel veel ruimte geven aan die maatschappelijke verbanden, aan die gezinnen, aan onderwijsinstellingen, om zelf invulling te geven aan die vorming. Dan kan je verantwoordelijkheid pakken. En dan los je ook met z'n allen uiteindelijk die maatschappelijke problemen op. Ja, maar ik denk eigenlijk dat wij dichter bij elkaar liggen dan je nu doet voorkomen. Want bijvoorbeeld dat hele concept van een energiecoöperatie of een coöperatie, überhaupt, dat is iets waar wij ook heel erg groot voorstander van zijn. Dat je eigenlijk waar belangrijke keuzes moeten worden gemaakt voor de maatschappij, dat je dat democratischer inricht. En wat je nu ziet, nou, onze hele economie is zo ingericht dat we daar eigenlijk helemaal geen democratische controle over hebben. Dat mensen die heel veel geld hebben en de vrijheid hebben om die zelf naar eigen inzicht in te zetten, toch door het systeem worden gedwongen om dat op een manier in te zetten dat heel schadelijk is voor de samenleving. Door weer te investeren in fossiele brandstoffen en andere schadelijke bedrijven en dergelijke. Dus daar zit volgens mij een beetje de crux voor mij. Het is niet zozeer dat ik denk ik wil een soort van grote staat die alle beslissingen voor ons maakt. Maar ik vind dat democratisch aspect ook heel belangrijk. Maar het probleem is juist dat die focus op individuele vrijheid ervoor zorgt dat keuzes worden gemaakt voor heel de samenleving door één persoon. Als het vooral om de rijkere mensen gaat. En vervolgens de armere mensen eigenlijk een soort van verantwoordelijkheid in de schoenen wordt geschoven die ze niet kunnen nemen omdat ze de middelen niet hebben. En daar gaat het volgens mij fout. Maar als ik nu goed luister, dat is een vraag. Als ik goed luister, dan zeg jij dus eigenlijk de burgers kiezen op dit moment verkeerd. Want er gebeurt niet wat ik zou willen dat er zou gebeuren. Dus het klimaatprobleem moet aangepakt worden. Dat gebeurt nu niet, of niet zoals ik het zou willen. Dus de burgers kiezen verkeerd. Dat hoor ik nu een beetje. Nou, ik denk zo ten eerste dat inderdaad burgers niet per se altijd de exacte informatie hebben. Kijk, een burger heeft niet de tijd, middelen en ruimte om zich helemaal te verdiepen in allerlei maatschappelijke complexe problemen en daarin een goede keuze te maken. Dus dat is sowieso iets wat ingewikkeld is. Daarnaast denk ik inderdaad dat mensen die met name heel veel geld hebben en hun eigen keuze maken hoe ze dat geld besteden, niet per se de juiste keuze maken voor heel de samenleving. Daar is ons systeem gewoon niet op ingericht. Dus ik kon jou nu eigenlijk zeggen, burgers zijn niet in staat om een goede staat te kiezen, maar toch wil jij de meeste verantwoordelijkheid bij de staat neerleggen. Dus hoe zit dat dan? Ja, ik denk dat ik eerlijk gezegd deze tegenstelling heb opgevat als individuele verantwoordelijkheid, want het ging over verantwoordelijkheid, versus verantwoordelijkheid van de staat of collectief. Dat maakt me dan niet zoveel uit, als ik waarom ik hem volgens mij niet helemaal links heb gezet. Juist omdat ik gewoon echt niet geloof dat de burger als individu
die maatschappelijke verandering teweeg gaat brengen. En als je zegt van, hey, we gaan het anders organiseren dan in staat, dat is ook goed. Als je het democratischer wil maken, is ook goed. Maar mijn punt is dat op dit moment heel veel verantwoordelijkheid bij burgers wordt gelegd. Ook als je kijkt naar verduurzaming, hè, van ga minder lang douchen en dergelijke. Maar dan gaat die grote problemen worden gewoon niet meer opgelost. En dat was vooral waarom ik mijn magneetje daar heb gezet. Je moet erop reageren? Ja, ik vind het wel jammer, Sabine, want wat je eigenlijk zegt is dus, nou ja, goed, mensen stemmen allemaal, daar komt een bepaalde Tweede Kamer uit, maar ik weet het eigenlijk net eventjes ietsje beter, want ze zouden net wat anders moeten stemmen, want dan kan ik die keuze voor jou maken, in plaats van dat iedereen zelf die keuze mag maken. En dat vind ik jammer, want eigenlijk was ik het grotendeels met André eens wat hij net zei, dat je eigenlijk best met elkaar moet kunnen samenwerken, elkaar een keertje helpen, vanuit de individuele keuze ervoor kiezen dat je een ander ook gaat helpen, met z'n allen gaat samenwerken, maar ik zie een samenwerking niet per se direct als dat de staat het moet oppakken. Ik denk, wat Hielke net ook zegt, je kunt ook samen sterk staan, eigenlijk in verschillende samenwerkingen. Daar heb je niet direct de staat voor nodig, want uiteindelijk wil je gewoon het geld in je eigen portemonnee houden. En je kunt niet oneindig maar geld uitgeven. Dan hou jij aan het eind van de maand geen geld meer over op je loonstrookje, omdat je alles aanvaardt dat je staat het moet afstaan. Het gaat ook wel uit van een heel groot... Nog even eerst een korte reactie van de jonge socialisten, dan mag je daarna. Ja. Nou, sorry hoor, maar mijn bek valt oprecht open. Gewoon van iedereen. Oprecht. Want ik blijf staan met het punt dat ik echt bij de staat sta. Want iedereen verwacht dat mensen zomaar hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maar wat er in Nederland en wat overal op de wereld vaak aan de hand is, is dat je gewoon keuzearmoede hebt. Mensen hebben niet de vrijheid om hun wil tot uiting te laten brengen. En zoals het Klein Orkest dan zegt in een mooie nummer Over de Muur: alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur. Dat is precies wat er aan de hand is. Ja, maar daar zijn we het woord aan allemaal CDA. Mee eens. Excuus, maar eerst even woord aan CDA, heb ik beloofd. Ja, ik voel niet de behoefte om hier ruzie te maken. Maar kijk, hoe verder je naar de staat gaat, hè, of naar de burger, het gaat ook wel uit van een bepaald vertrouwen wat je dan in een staat of een burger hebt. En ik snap het wantrouwen soms in een burger best, hè, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de overheid. Kijk naar de toeslagenaffaire, kijk naar discriminatie, wat wel degelijk door de overheid plaatsvindt. Ook de overheid kan hele verkeerde keuzes maken. Dus ik denk echt wel dat je op zoek moet naar een balans tussen een overheid, tussen de burger en tussen de samenleving zelf. Ja, en volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat je gelijke kansen moet hebben om echt te kunnen kiezen. Daar heb ik echt nog niemand iets over te zeggen. Maar waar het ons om gaat, is het wantrouwen richting, tenminste waar het ons volgens mij om gaat, is het wantrouwen richting de burger wat nu eigenlijk gepresenteerd wordt. Dus aan jouw inhoudelijke argument wil ik niks afdoen. Dat staat volledig. En ik vind echt, je hebt het heen, kansarmoede, keuzearmoede bestaat. Ben ik het volledig mee eens. Maar ik vind niet dat als we dat hebben opgelost, we nog steeds moeten zeggen, maar we hebben een hele sterke staat nodig. Want burgers kunnen niet, die vertrouwen we niet met hun eigen keuzes. Die kunnen zelf hun eigen keuzes niet maken. Dan denk ik, ja, wat zijn we dan aan het doen? Ja, maar heel eerlijk, we leven gewoon in een kapitalistisch systeem dat volgens de noemer gaat. Voor de ene is een dood, de ander is een brood. Dus die opdracht is nooit voltooid. Dus als je jezelf in het midden hangt en in de fictie gelooft dat het ooit vanzelf wel goed komt, dan heb je gewoon een realistisch beeld van hoe de samenleving in elkaar zit. Ja, maar dan vind je jezelf zoveel beter dan dat je het merendeel van de burgers Ik wil daar wel tegenin brengen. Kijk, weet je wat het is? Wat mij betreft, collectiviseren we alles helemaal, hè, zover als kan. Dus ook de hele economie. Heel eng. Dus dat zeg maar, hè, commerciële bedrijven schaffen we af. Allemaal coöperaties, mijn best. Ja, dan leg je dus echt werkt. Democratische inspraak en de democratische besluitvorming in handen van de burgers. Maar nu is het systeem zo ingericht dat die verhoudingen tussen wie de macht hebben in de economie en de burger juist heel erg scheef is. En dat ook de keuze van burgers daardoor heel erg wordt beïnvloed. Waardoor je bijvoorbeeld ziet dat ze eigenlijk, stemgedrag vertonen, waardoor de grote vervuilende bedrijven tegen hun eigen belangen in de hele aardbol kapot maken. Heel eng hoor ik. Ja, weet je wat ik zo jammer vind? Bedrijven worden standaard als slecht gezien. Nou ja, vergeet je dan even dat daar verschrikkelijk veel mensen werken die daar gewoon hun centen verdienen om daar weer brood van te kopen. Dat vind ik ten eerste al heel erg jammer. Ten tweede, ik vind het zo weinig vertrouwen in mensen. Ik word er een beetje akelig van. Ik denk juist, door vraag en aanbod krijg je concurrentie. Daardoor kan ook juist de kwaliteit omhoog gaan. En tuurlijk is dat niet altijd optimaal, hè? Ik ben de laatste om te zeggen, de overheid moet er helemaal niet bij komen. Daarvoor is de overheid, die moet dan als marktmeester ertussen komen om te zorgen dat er geen monopolies ontstaan en dat soort zaken. En dat jullie dus die keuze vrij onthouden. Maar als je alles gezamenlijk wil maken, dat vind ik echt heel eng. Want dan kunnen wij als individu niet meer onze eigen keuze maken. En de kwaliteit zal ook naar beneden gaan. Want kwaliteit komt mede door concurrentie.
Nog een slotwoord, we gaan nu afronden. Ja, ik schrik wel door de laatste beschieting van dwars, hoor. Want ik bedoel, kijk naar Cuba, kijk naar Noord-Korea, kijk naar de Sovjet-Unie. Als je alles collectiviseert, we weten hoe dat werkt. Dat wordt, ja, er wordt armoede en eenheidsworst. Zullen we de democratie maar behouden dan? Ja. Sta ik als JOVD wel voor, in ieder geval. Nee, ja, dus ik ben ook voor het democratische economie. Kijk, ik schrik daar echt van. Volgens mij, uiteindelijk moet je altijd één vraag stellen. Hè, en dat is of je nou kiest voor de burger of de staat of de markt. Hoe maak je die dienstbaar aan mensen? En als je die vraag op plek 1 zet, ja, dan kom je erachter welk van die onderdelen het beste werkt voor de specifieke opdracht. Dan gaan we op dat punt eindigen. We gaan even door naar het volgende thema, namelijk de afweging tussen het individu en het collectief.